Yo kijkers en welkom alweer bij een hele nieuwe video van Farming Simulator 22 Zero Money. Vandaag zijn we natuurlijk weer in de map van Zero Money. Vandaag gaan wij namelijk ons hout gaan verkopen. En daarna gaan we ons afscheid moeten nemen van dit domein. We gaan vandaag naar het nieuwe domein gaan. We gaan deze boerderij gaan verkopen. Maar eerst gaan we een beetje hout gaan verkopen. Een beetje, het is niet zo heel veel, maar ja, kijk, alle beetjes helpen natuurlijk. En ja, natuurlijk. Er zijn weer kleine extraatjes dat we er nu krijgen. En daar moeten we natuurlijk wel een beetje van profiteren. Dus ja, ik ga even snel met de hand te laden, maar we hebben echt nog heel veel werk te doen. Omdat we nog naast moeten verhuizen. We gaan eerst beginnen met deze grote. Voilà. En dan kunnen we al deze kleintjes erin doen. Ja, het is misschien niet zo heel proper. Ik denk dat we hier ook echt niet zo heel veel haalt voor gaan krijgen. Maar ja, kijk. Het is... We gaan dat ook opkeuzen. Het is misschien omdat we gaan, maar ja, kijk. Je moet natuurlijk ook een beetje proper. Het is misschien, ja. Je moet ook een beetje proper achterlaten voor de nieuwe mensen die hier gaan komen wonen. Of ja, die dit gaan kopen. Dan is er natuurlijk gewoon naast. Waar ligt die? Die ligt daar, yes. Ja, het zou misschien niet zo'n 500 euro waard zijn, misschien iets minder zelf. We gaan het zelf zien. Maar bij onze oude boerderij, daar gaan we wel heel veel geld mee verdienen. Vooral er zijn er ook heel veel bomen. En dat maakt het natuurlijk zo belangrijk. Maar ja, ik ga even naar de zagerij gaan. En ik zie jullie als ik bij de zagerij ben, dus... Tot straks. Zo, voilà. We zijn weer aangekomen bij onze zagerij. Niet onze zagerij. De zagerij. Ik weet niet van wie dat het is. Maar het lijkt wel iets handig om wat te kopen, zagerij. Aangezien dat je ook echt wel binnenkort wel veel hout gaat verkopen. Dan misschien de zagerij kunnen komen voor een productie. Maar dat zullen we zelf allemaal nog zien. Maar hoeveel zullen we hiervoor krijgen? 800 euro. Dat is wel best te doen. Wij gaan nu snel naar huis rijden, dat we weer geld kunnen ophalen. Dus ja, ik zie jullie als we bij huis zijn. Zo, voilà, we zijn weer thuis. We gaan de tractor uit doen. Ik ga best een beetje beginnen met alles in te laden, op te laden. Dus ja, ik zie jullie wanneer we bijna klaar zijn met alles op te laden. Dus tot straks. Oh, voilà, we zijn klaar voor verhuis. Even een thumbnailtje schieten. Ja, ik heb misschien niet zo heel veel getoond, maar ja. Zo belangrijk is dat natuurlijk ook allemaal niet. Wij gaan natuurlijk eerst onze zonnepanelen verkopen. Dit huis gaan we niet verkopen. Dus huur kunnen we ook verkopen, maar dan gaan we wel aan staan. Maar de zonnepanelen die we wel gekocht hebben, die gaan we wel verkopen. En deze, voilà. Dat is alles dat wij nu hebben. Oké, we gaan eerst ons land verkopen. Ik hoop echt dat we voldoende geld hebben. Deze staat voor verkopen 34.000 euro. Deze verkopen voor 117.000 euro. Voilà, we hebben dus niets meer nu, hè. We kopen dit. Kopen. En we kopen dit. Hoeveel geld hebben wij nu nog? Nee, we hebben 77.000 euro. Kom, misschien beter iets groter. Nee. En deze gaan we ook kopen. Boom. We hebben nog 3.000 euro over. Is niet heel veel.
Maar we gaan beginnen verhuizen. Dus we gaan even de stoet gaan maken. Hoe dat we gaan. We gaan met de Musk Ferguson gaat de voortrekker zijn. Dat is het. Een van de traagste machines. Dus die moet sowieso van voor gaan rijden. Ik kan hier even een kleine timelapse van maken. Hoe dat wij gaan verhuizen. Dus ja. Waarom ook niet? Ik wil gewoon niet te veel twijfelen. Maar dat geld dat we moeten betalen om te gaan rijden, ga ik wel terugsparen. Anders, het is te zien hoeveel dat is. Maar het is wel met 3 machines. Dat is al echt veel geld. Anders. En daar heb ik geen zin in. Oké, die staan er. Dus ja, ik zeg geniet van de timelapse. Hoe dat wij gaan verhuizen. Dus totdat we bij de boerderij zijn. Dus tot straks. Oké, jongens, het lukt niet. Het lukt totaal niet. De timelapse gaat het niet door. Ach, dit wordt voor allemaal geen hele zak, jongen. Check dat. Het lukt allemaal niet. We gaan allemaal gewoon één voor één gaan. Dat is het beste van allemaal. Dus ik ga beginnen met de auto. Want anders, ja, veel te veel miserie, jongen. Het lukt gewoon niet. Die follow me lukt gewoon niet. Maar ja, ik zie jullie als we alles bij de boerderij hebben. Dus tot straks. Oké, jongens. Ik heb per ongeluk de opnames op pauze gezet, omdat anders te veel zou te veel zijn om te gaan bewerken. Maar we hebben alles een beetje een plaats gegeven. Hier de nieuwere machines en de oudere machines. En we hebben eigenlijk nog echt heel veel ruimte, dus wat hebben we gedaan? Oh, deze moet natuurlijk uit. We hebben hier de voorladers. Hier hebben we de back. Hier hebben we de combine. Hier hebben we dan de andere back voor van voor. Daar hebben we de auto gezet met de boomstamlader. Dan hebben we hier hebben we al 1000 liter benzine gekocht. Kostte, ik weet niet veel. Voor 1000 liter kost iets van 1000 euro of zo. Dus zo'n beetje 1,5 euro voor liter. Dan nu 371. Hebben we eigenlijk iets in onze maïsdinges? Dat zou wel hard zijn als we nu al inkomen. Ja. Graan of zo zouden we nemen. Niets. Alleen benzine, ja, maar ja, daar zijn niets mee. En dan hebben we hier de trailer. De bedoeling is om hier al die bomen weg te doen. Dus hier wil ik allemaal bomen weg doen. Zodat ik hier één kas kan neerzetten, 2, 3, tot zo ver dat we kunnen. Misschien nog daar in de hoek. En dan daar. Dat we echt mooie opbrengst kunnen krijgen van die kassen. Maar ik wil misschien ook nog andere dingen dan kassen. Ik weet niet wat je nog allemaal kan doen. Van producties. Dit zijn allemaal fabrieken. Het is ook wel leuk om een fabriek te hebben. Bijvoorbeeld hier of zo. Kan allemaal. Hè. Bijvoorbeeld verkooppunten. Kan ook allemaal zelf doen. Dit zijn broeikasgassen. Kijk, dat kan we zo. Of eerst gaan we beginnen. Hier eentje. Dan hier eentje, hier eentje en misschien nog hier eentje. Dan houden we er al 4. Ah, mooie. En dan, ja, ik weet niet. We kunnen echt wel mega veel kassen hebben, nee. Maar, nee, hier kassen, kassen. En dan hier misschien nog een schuur of zo. Dat zou wel mooi zijn. Maar ja, wat een schuur. Liefst een schuur met zonnepanelen of zo. Ja, nee, dit is veel te groot. Iets met zonnepaneel. Dat we toch nog opbrengst kunnen krijgen. Ja, zoiets, maar nee, dat is niet zo. Dat is zo lomp.
Hoe kan je naar beneden kijken? Ik kan het net niet alles zien. Dat zou ook wel nog een mooie aanwinst zijn. Dan zou die zoiets moeten staan of zo. Maar ik kan blijkbaar via twee kanten eruit. Ja, via de andere kant kan je er ook uit. Dat is wel heen om te hebben. Kost wel 500.000. Oh shit. Dat is wel behoorlijk qua geld, hè. Maar ja, kijk, dat zijn zorgen voor later uiteindelijk, hè. Maar ik zou wel graag, ja, het lijkt me wel leuk om zoiets te hebben. Maar ja, je moet sowieso even. We kunnen hem ook gewoon hier zetten of zo. Nee, best hier of zo. Maar ja, ik ben eerst van plan om hier kasten te zetten. Dan hier even te maken. Dat we misschien nog die schuur kunnen zetten. En dan kunnen we zien wat we de uitbreiding zijn. Maar ja, kijk. Ik ga je sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. Misschien iets korter video, maar we maken er altijd het beste van. Dus ik wil je sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En tot de volgende keer. Yo!